Het Instituut voor Defensieopleidingen heeft een tweede groep van 21 militaire tuchtrechters afgeleverd. Met deze certificering zijn de kennis en vaardigheden tot straffen verder aangescherpt, zodat sprake kan zijn van een professionelere uitvoering van een adequaat tuchtproces. Kolonel Werner Kiu Asen, bevelhebber van het Nationaal Leger, wees de tuchtrechters erop dat krijgstucht slechts een doel is. Het is voor deze officieren belangrijk te weten dat zij als leidinggevenden ook goed leiderschap gaan moeten demonstreren. President Chandrika Prasad Santokhi is vandaag vertrokken naar buurland Brazilië om samen met de overige 11 Zuid-Amerikaanse staatshoofden te praten over het integratieproces van onze regio. Deze bijeenkomst is een initiatief van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva met als doel reactivering van UNASUR. Bij de top zal hij in een uitgebreid statement Surinames visie uitdragen. Voor dit bezoek is er een Braziliaans vliegtoestel ter beschikking gesteld, waarbij hij samen met de collega-president van Irfan Ali van Guyana zal afreizen. Het ministerie van Openbare Werken is momenteel bezig de loosing langs de Lalaroekweg vanaf de Frans-Japanestraat tot de Jagannath Lachmanstraat handmatig te onderhouden en wel voor een tijdsduur van 1 jaar. Het kost de staat 150 SRD per meter om een loosing te onderhouden met een lange giekmachine. Handmatig onderhoud kost 35 SRD per meter. Het ministerie van OW had vanaf 2021 aangekondigd te beginnen met handmatig onderhoud van kanalen en lozingen. Dit besluit is genomen vanwege de toename in kosten, duurzaam beleid en besparing op de begroting. Aan de gemeenschap wordt gevraagd de goot voor hun huis zelf te onderhouden.